Palo die denkt ook, ik ga toch het goede plekje ga ik proberen te vinden. Als ik er voorbij moet, moet ik niet te veel risico nemen. Als coureur zijn, denk je daar nu aan? Absoluut niet. Nee, binnen hengelen en er voorbij gaan. Ja, om Salo. Als je Salo heet, Salo, absoluut. Als je Webber heet, dan denk je van... Ja, maar Webber is rijdt voor eigen publiek. Hè. Wil ook laten zien dat hij zijn mannetje staat. Wil laten zien dat hij krachtig is. Dat hij zich niet zomaar gek laat maken. Mooie strijd. Ja, dit is mooi. Waar is hij sneller, Mika Salo? Waar wint hij het? Heel ietsjes hier op de rechte stukken. Ja, gaat wel een stuk sneller op de rechte stukken. Daar laat de Asiatech motor het een beetje liggen ten opzichte van de Toyota motor. We weten dat de Toyota motor de hoogste topsnelheid heeft hier in Australië. Oh, wat remt hij een stuk later, zeg. Ja hoor, ja hoor. Ja, hij gaat komen. Nee, want we gaan hier gelijk weer... De hoek om. Weer de hoek om. Hij kijkt. Hij laat zien dat hij er is. Ik denk dat het nu gaat gebeuren op het rechte stuk. Mika Salo neemt de aanloop. Mark Webber moet in het midden van de bocht even van het gas afgaan. Die Stoddard zit zijn microfoon op te eten. Nee, nog één ronde te gaan. Hij gaat er hier niet voorbij. Nee, zit er te ver achter. Dit gaat niet lukken of hij moet echt een klap laten remmen. Nee hoor. Eerste bocht. Ja, het is een vechter hoor, Mark Webber. Het is echt een vechter. Dus. Ja, hier. Maar ja, hier kan het. Maar je het niet hebt, kan je het ook niet laten zien. Oh, Salo. Kijken, kijken, kijken. Salo die... Oh! Salo! Niet af laten slaan. Niet af laten slaan, nee. Nou wil ik graag Paul Stoddard zien. Oké. Nou wil ik graag Paul Stoddard zien. Er werd ook gezegd easy fuel problem. Easy fuel problem. Er is gewoon niet genoeg benzine aan boord bij wie? Met wie werd er net gesproken? Met Mark Webber of met Salo?